Lieve mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie weer een kraantruc laten zien. Heel veel kijkplezier, geef alvast een duimpje omhoog en ik zou zeggen, geniet ervan. En tot de volgende keer. Even serieus. En we beginnen heel simpel. Maakt niet uit, iemand kiest een kaart. In dit geval, laten we kijken, deze kaart. Dus de harte 3. De harte 3 pak je en die doen we dus ergens hier in het midden. En de harte 3 is dus weg. Hij ligt niet boven, hij ligt niet onder. Maar let op, er gaat iets gebeuren. Deze kaart, de klaverige vrouw, die gaat veranderen in de harte 3. En dat gaat heel simpel, let op. Alleen met het schudden en het verandert in de harte 3. En dit is de truc. En dan nu de uitleg voor deze truc. Het is eigenlijk, je moet eigenlijk twee dingen onder de knie hebben. En ik zal je zeggen, het is oefenen. Het is niet zo dat je dit in 1, 2, 3 kan doen. Het is letterlijk oefenen. Je begint namelijk, iemand kiest een kaart. En dat is heel simpel, dus iemand kiest een kaart. En in dit geval de harte 7. Wat er nou gebeurt is, terwijl zij kijken naar de harte 7, doe ik iets. En dat ga ik even jullie laten zien. Wat ik dus eigenlijk doe, is ik doe namelijk deze move. Let op, ik doe zo. Ik schuif mijn duim, schuif ik naar voren. En mijn pink gaat eronder, zoals jullie zien. Ik schuif hem naar voren, mijn pink gaat eronder. En dit moet je oefenen, dit is niet iets wat je 1, 2, 3 kan leren. Je schuift met je duim en je pink gaat eronder. En wat het voor illusie geeft, is het lijkt net... Kijk, ik zal het even van voren laten zien. Het lijkt net als ik dus de kaart helemaal in het midden stop. Terwijl het eigenlijk hier onder de eerste kaart gaat. Zie je wat ik bedoel? Het lijkt dat hij in het midden gaat, maar hij gaat onder de eerste kaart. Er zit lucht tussen. En zo lijkt het dus dat hij helemaal in het midden gaat. Maar hij gaat gewoon onder de eerste kaart. En kijk, zo ziet het dus uit vanuit mijn perspectief. En dit is dus eigenlijk de move. Je doet hem dus eigenlijk onder de eerste kaart. Dus de kaart die zij gekozen hebben, de harte 7. Dus je tikt een beetje in het midden aan, zodat het lijkt dat je hem echt elke keer in het midden stopt. Maar dat gebeurt niet. En dan stop je hem gewoon onder de eerste kaart. En dat is eigenlijk de move. Dus nog één keer, je schuift de kaart naar voren, je pink gaat eronder en je schuift de kaart onder de eerste kaart. En dat lijkt dat hij in het midden gaat, maar hij gaat onder de eerste kaart. En dan zul je denken, maar Joel, wat is er nou nu zo bijzonder aan? Kijk, hij ligt niet boven, dat klopt. De harte 7 ligt namelijk hieronder. Hij ligt ook hieronder, dat laat je eventjes zien. Wat je dan doet, is deze move. Je legt de kaart erop. Je legt de kaart, de harte 3, leg je erop. En je pakt vervolgens met je middelvinger en je duim, het is misschien raar, en je middelvinger en duim op de hoeken van de kaart zijn. Maar dat is op de hoeken waar de nummertjes zitten, dus de 3, de 3. Daar plaats je je middelvinger en je duim. En je pakt ze alle twee. Je pakt niet één kaart, je pakt alle twee de kaarten pak je op je middelvinger en je duim. En wat je dan krijgt, is je krijgt eigenlijk een soort van dit. En nou ga ik jullie dus de move laten zien wat er dus gebeurt, hoe de verandering begint. Je hebt dus de kaarten dus in deze positie, je middelvinger en je duim. Dus hier liggen de kaarten en je plaatst je vinger, zeg maar, hier gaat je middelvinger en hier gaat je duim. En dan heb je zeg maar deze positie. Wat je dan doet, heel simpel, je gaat het al gewoon met je middel of met je wijsvinger draaien. Dat is eens wat je moet doen, maar dat doe je niet zo. Dat doe je niet. Je beweegt met je hand, je schudt en je draait. Dus nog één keer. Je schudt en je draait. En je zult het misschien, als je het oefent, dan lijkt het net, kijk, 8-3. Maar als ik schud, van het naar de 8-7. En ik ga je even laten zien, ja, wat je dan moet doen daarna. Dus de 8-7 ligt hieronder. Je legt de 8-3 erop. Je pakt alle tweede kaarten. Je draait en je schudt. Je legt het weer erop. En je geeft hun de kaart. En dit is eigenlijk heel simpel de verandering. Ik kan het nog een keer laten zien met, wat is het met een klaver 6. En op deze klaver 6 die verandert in een klaver 5. En dit is eigenlijk dus heel simpel de move. En dat was de truc. Even serieus.